Som 5 uit het VWO-1-boek. Hij lijkt heel erg op som 3 uit het HAVO-VWO-boek. Maar hier gaat het om loodrecht tekenen en evenwijdig tekenen. En heel veel wiskundetaal. P en dan een tekentje L, Q en dan twee streepjes L. Wat betekent dit nu en wat moet je nu eigenlijk doen? Want als ik tegen jullie zeg tekenen een loodlijn, dan lukt het misschien wel. Maar ja, als ze het zo gaan vragen, daar ga ik jullie bij helpen. We beginnen met de eerste vraag. Teken door punt P. Oké, dat betekent door dit punt heen. Een lijn M. Daar gaan we een lijn tekenen en die noemen we daarna M. Loodrecht op L. Aha, loodrecht op L. Dit is lijn L, dus hier gaan we straks loodrecht op tekenen. Maar het moet op P gaan en dan staat er... Oh, dit is niet goed, hè? Dat is even een schets. En die lijn noemen we straks M. Nou, dat is dus wat de bedoeling is. Dan leg je je geodriehoek zo weg. Nou, wat ik vaak zie gebeuren is dit. En hebben mensen het nagekeken en dan zeggen ze dat het klopt. En toch klopt het dan niet. En hoe had je dat nu kunnen zien, al zonder je nakijkboekje? Nou, je had het kunnen zien, want als je een loodlijn hebt getekend, dan moet deze rechterhoek zo, die moet erin passen. En dat past er zo niet in. Dus dit is geen... Ja, sorry, ik ben heel erg verkouden. Dit is geen... dit wat ik getekend had, was geen loodlijn. Hoe doe je dat nou? Een loodlijn gebruik je altijd een nullijn voor van je geodriehoek. En die leg je op de lijn die er al staat. En vind je dat nu lastig als dat schuin is? Als je nu zegt, ja, dat vind ik gewoon lastig. Dan draai je je blaadje gewoon zo. Net zolang tot L horizontaal is. En dan kun je hem gewoon zo tekenen. Als je dat fijner vindt. He, is niet nodig, maar het mag. Nou, waar moet je nu goed op letten? Je moet goed opletten dat je de lange kant pakt van de lijn. Dat maakt voor punt P niet zoveel uit. Want of ik hem nu zo leg, of ik leg hem zo. Ja, hier ligt hij niet helemaal op. Maar lang genoeg. Maar soms als je zeg maar zo een lijn hebt en zo een punt, leg dan je geodriehoek zo weg dat hij gewoon met die nullijn heel de lijn zo omvat. Want hier heb je maar een klein stukje en heb je kans dat het staartje niet er precies opvalt en dat je dat niet in de gaten hebt. Dus pak het langste stuk, dat is dit in dit geval, dan maakt het hier niet zo heel veel uit. En dan kom ik altijd een gedoe aan. Oh ja, ik ben niet helemaal tevreden, maar bij mij is het lastig. Omdat mijn geo uit mijn programmaatje, die schuift in stukjes. Dus niet zo, maar gewoon tjuk, 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 zeg maar. Nou ja, doet er niet toe. Een lijn, dat betekent door P, dat betekent dat hij best verder door mag lopen. Want een lijn is oneindig lang. Dus ik mag hem ook hoger tekenen. Hoeft niet, mag. Maar hij moet door P gaan, dus moet zeker hier beginnen. Nou, de lijn was M. Dus daar zetten we een M'tje bij. En nu zeggen ze ook nog eens loodrecht. Dat hebben we ook gedaan, maar daar moeten wel ook de tekens bij. Hoppatee. Dat is alles. En als je het een paar keer gedaan hebt, dan weet je ook een beetje wat ze met die zinnetjes bedoelen. Nu zeggen ze, teken door P, weer door P, de lijn N. Oké, maar nu evenwijdig met L. Er staan nu twee lijnen, dus je moet even goed opletten met welke. Het moet evenwijdig worden met L. Nou, evenwijdig, dat zijn zulke lijnen. Evenwijd. Hoe je het algemeen aanpakt, heb ik een algemeen filmpje over. Maar, hoe moet het nu hier? Nou, dan moet ik eventjes mijn geo groter maken. Zo. Jullie kunnen het natuurlijk niet geo groter maken, maar als dat is, dan kun je altijd nog een hulplijn tekenen. Maar dat komt nog, dat is nu nog niet echt aan de orde, denk ik. Kijk, en nu zeggen ze door P. Oké, door P. En het moet zoiets worden met die lijn L die er al staat. Dan zal het zoiets moeten worden. Doet de spijs een beetje slordig, hè? Nou, wat nu als je geo te klein is en je moet met de evenwijdige lijn moet je tekenen met je geo zo. Dan moet je steeds zo schuiven tot zo'n hulplijntje erop valt. Wat nu als die... Ja, dat je dat niet redt, dan teken je een soort hulplijntje en dan ga je die gebruiken. Zie je wat ik bedoel? Dan teken je dus zelf even een hulplijn halverwege of een stukje erna of een stukje ervoor, zodat je zo iedere keer toch kunt schuiven. Dus dan teken je eerst een lijn, een tussenlijn evenwijdig aan die lijn en dan kun je daarna aan deze lijn verder door evenwijdig tekenen. Komt heel weinig voor. Nou, ik ga dat dus ook niet doen nu. Ik ga mijn geo gewoon groter maken. Is lekker als dat kan, hè? En hoe pak je het nu aan? Nou, je legt je nullijn, niet de nullijn. Ja, de nullijn leg ik nu toevallig op een lijn, maar dat is toevallig dat die ook door P moet. Je legt je tekenlijn tegen de lijn die er al staat. Zie je wat ik doe? Ik leg de tekenlijn tegen de lijn die er al staat. Ik doe hem even zo'n beetje verschuiven, anders denk je dat de nullijn ook ergens op moet. Dat is gewoon toevallig dat er al een lijn staat. En dan gaan we schuiven en dan zie je dat het hulplijntje op de lijn valt. Oké, nog een keertje, nog een keer op de lijn. Nog een keer, nog een keer, nog een keer. En nu zie je, ja, hij zit nu tussen deze... En deze in. Ja, hoe pak je dat nu aan? Nou, dan gebruik je die hulplijntjes. Zie je dat onder de 3 staat een streepje. En nog een streepje. En twee streepjes onder de 3. Dat valt precies op deze lijn. Dus dan heb je zeg maar zo de 3.
En dan heb je zo een klein streepje, zo een klein streepje, maar dan heb je aan die kant ook. En hier moet je dan zo je lijn op leggen. Nou, en dan kun je hem gewoon tekenen. Nou, daar komt hij. Hoppatee. Let op dat je echt door het puntje gaat. Dat je echt door dit puntje gaat. Teken een beetje erboven. Ja, dan halen we de punten af. En dat is zo zonde. Dan heb je het moeilijke goed gedaan. Let op. Hij moet met L, heb ik gedaan. Het moet lijn N zijn. Dus zet een N aan de uiteinde. En. De tekens van evenwijdig. Zo. Hoppa. Dan gaan we naar vraag C. Teken nu door punt R de lijn P. Oké. Okay. Door punt R. Dat is deze. Dit is punt R. De lijn P. En P moet loodrecht op L. Ja, dat lijkt raar, want ja, hier staat punt R. Kijk, als R hier naar boven lag, dan wist je moet zo doen. Als R hier lag, moest je hem zo erboven doen. Maar hoe doe je dat nu? Nou, kijk. Dit punt kan inderdaad hier liggen. Dan kun je hem zo tekenen. Je kunt hem hier leggen. Dan kun je hem zo tekenen. Maar hij kan eigenlijk steeds verder zakken. Net zolang. Kijk, hier lukt het ook nog, hè? Dan kun je ook nog. Zo, oh. Hij doet iets wat ik niet wil. Kijk, dan zou je ook nog zo kunnen tekenen. En nu moet je dus voorstellen dat het punt nog verder zakt. En dan helemaal precies tot op de lijn. Dan moet je dus toch weer je nullijn gebruiken. Want we gaan een loodlijn tekenen. Het steekje van loodrecht. P, L, en als het tekentje een L betekent P, loodrecht op L. Dit betekent loodrecht. En soms krijg ik de vraag, ja, wat betekent dat tekentje? En dan denk ik, oh, dan heb je een stukje theorie gemist. Zo gauw je merkt dat er in een vraag tekens staan die je niet kent, moet je even een beetje teruglezen in het theorieblok, want daar staan ze dan altijd genoemd. Nou, daar gaan we. We leggen de nullijn op de lijn waar je loodrecht op moet tekenen. Dat is dus lijn L, want er staat op lijn L. Dus daar leg je je nullijn op. Zo. En dan gaan we schuiven. Dan gaan we schuiven tot we R tegenkomen. Daar gaat hij hoor. Zo, tot we R tegenkomen. Bam, daar zijn we. Let even goed op of zijn stage nog goed ligt. En doe hem wel deze kant, niet deze kant. Want dan heb je hier een heel stuk vrij. En dan lijkt hij erop te liggen, maar dan ligt het staartje veel hoger. Dus zorg altijd dat je zo'n lang mogelijk stukje onder je nullijn hebt liggen. Ja, en dan is het gewoon een teken van, kwestie van tekenen. Hoppa, daar is hij. En het was loodrecht. En nu zul je zien dat deze ook evenwijdig zijn. Hoef je nog niet te weten, maar het is wel zo. En waarom gebruik je nou andere tekentjes? Omdat dit een ander setje evenwijdige lijnen is dan dit setje. Kijk, dit setje heeft zo, is evenwijdig. Als deze zijde ook evenwijdig zijn, deze lijnen, mag ik ze niet eens op het pijltje zeggen. Want dan zeg ik dat die ook evenwijdig zijn. Dat is niet. Dus per setje apart aantal tekens. Maar, dit is even extra, dat hoef je nog niet te weten. Dan nu. Teken door punt Q. Ah, nu komt punt Q. De lijn Q, oh dat is grappig, door Q en dan een lijn Q en bij een lijn een kleine Q. Zodat Q evenwijdig, dus het tekentje voor evenwijdig, hè, zo evenwijdig, is met L. Dus we moeten nu een evenwijdige lijn aan deze gaan tekenen en die moet door Q en daarna noemen we hem Q. Nou, dat is eigenlijk alles. Dus we gaan door Q een lijn tekenen, daar kan je vast je vinger op leggen als je dat makkelijk vindt en dan lees je verder. De lijn Q, oké, okay, daarna noem ik hem Q. Zodat Q evenwijdig is met L. Aha, hij moet hier doorheen gaan en hij moet evenwijdig zijn met L. Dat kan helpen als je dat doet. Nou, dan pak ik weer mijn geo als ik er nog bij kan. Soms schuif ik me zo ver opzij dat ik er niet meer bij kan. Sorry, ik ben zo verkouden. Dan gaan we nu met de evenwijdige lijn werken. Nou, nu moeten we op z'n kop gaan doen. En dat is lastig. Ik denk dat veel van jullie de neiging hebben om dit te gaan doen. Maar dat gaat mis, want als je dit gaat doen, ja, dan kan je niet meer controleren of die hulplijnen goed liggen. Dus of je draait je blaadje, dan mag hij, je mag altijd je blaadje draaien. Of je gaat gewoon vanaf de andere kant schuiven. Dat kan ook, hè? Dat kan ook. Ik zag een keer een leerling helemaal andersom op zijn tafel zitten om dan toch goed te kunnen schuiven. Die had niet bedacht, gewoon knopen. Ja, dat is eigenlijk heel handig, want dan kon hij zijn schrift gewoon laten liggen. Kijk, dus leg je de hulplijn op de lijn waar die evenwijdig gaan moet. Dus eerst leg je de tekenlijnen tegen. Dan de hulplijn op de lijn die er al staat. Dan nog een hulplijn net zo lang tot je Q tegenkomt. En dan moet je even opletten, want het is of deze hulplijn of deze. Maar ja, dan mag je niet ongeveer tekenen. Hoe doe je dat nu? Nou, dan gebruik je die hulplijntjes. Kijk, en het is, hier zit 2 en dan zit het 2 erboven. 2, ook 2 erboven. Dus als ik hem even zo pak, ik heb hier een 2 en daar een 2. En dan heb ik er 2 erboven. En daar zit hij. Kijk, daar zit hij.
Dus dan kan ik hem tekenen. Hoppatee. En teken hem gewoon lekker lang door, hè. En dan haal ik mijn geodriehoek weg. En dan moet ik mijn tekentje zetten. Dan moet ik even goed kijken, want er staan er zoveel. Wat was nu de bedoeling? Q evenwijdig met L. Dan zet ik dit tekentje erbij. En dan zeg je misschien, ja, maar dat is toch een nieuw setje? Ja, dat klopt. Maar deze is wel weer evenwijdig met deze. En die was weer met deze. Dus die zijn dan alle drie met elkaar evenwijdig. En lijn Q. Ja, stond daar al, maar dat was even zo. Dat is het. Nou, nu ga je nog iets bijzonders zien. Ik weet niet of ze dat ook nog vragen. Nee. Soms vragen ze ook nog. Even kijken of ik hier iets heb weggeplakt. Nee. Soms vragen ze ook nog. Staat lijn Q ook loodrecht op M? En dat is zo. Omdat deze evenwijdig zijn. Als die dan, en deze staat loodrecht op de 1, staat die ook loodrecht op die andere. En dat gaat ook hiermee. Dat zijn van die dingetjes, dat hoef je nog niet te weten. Maar het is wel grappig om alvast te weten. Dat was hem. Bedankt voor het kijken en tot het volgende filmpje. Doei!